Ja, Honeylicious, eindelijk. Eindelijk is het ons gelukt. Onze eigen opnamestudio. Bedankt dat je wilde helpen, MC Swag. Dit is allemaal tweedehands, maar vintage audioapparatuur rockt. Ik ben echt gek op knoppen. Komt goed, ik regel de techniek wel. Er is niemand zo goed met techniek als jij, Honeylicious. Ik weet zeker dat het wel goed komt. En we hebben een geweldig uitzicht. Verrassing! En zij hebben allemaal ook een cool uitzicht. Echt waar. Ik regel dit. Natuurlijk. En wij hebben meer spullen om te regelen. Heeft er iemand tijd voor een walk-in? Iemand? Hallo? Miss Glam? Je dacht toch zeker niet dat ik Miss Glam hier alle plezier zou laten beleven? Lady Braids! Oh, werk jij hier nu ook? Je bent een legende! Ik heb deze plek gekocht. Ik begin een keten van Shine On Salons. Nou ja, twee salons tot nu toe. Hé, hey, zo te zien is iemand anders ook aan het uitbreiden. Het opzetten kost nog wat tijd. Maar we hebben die opnamestudio in een mum van tijd draaiende. Ik bedoel, Honeylicious dan. Oh, het is dus ook jouw opnamestudio? Absoluut. We zijn al de hele dag bezig met inrichten en opzetten. Oh, mag ik om een gunst vragen? Ik krijg uitzendtijd op het omroepsysteem van het winkelcentrum. Zouden jullie vandaag een promo willen opnemen voor de salon? Het zou fantastisch zijn als het professioneel zou klinken. Mijn salon heeft een boost nodig. Ik geloof dat we zelfs een directe verbinding hebben met het omroepsysteem van het winkelcentrum. Weet je zeker dat je dit kunt doen? Jullie hebben best al een drukke dag. Ja! En ik weet zeker dat Honeylicious het ook graag wil doen. We kunnen niet wachten om op te gaan nemen. Ook al is het een promo in plaats van een liedje. Hey, MC Swag, kun je daaronder kruipen om te kijken of die stickerdoos aanstaat? Hey, Honeylicious. Ik denk dat ik ons eerste project heb. We gaan een kleine promo opnemen voor Lady Braids en de salon. Top! Ik moet alleen nog een paar dingetjes werkende krijgen. Maar we kunnen vast binnenkort opnemen. Yep, alles staat aan! Blijkbaar moet ik nog een paar andere dingetjes uitzoeken. Staat de andere schakelaar aan, MC? Ik ga kijken. Nu moet ik ze alleen nog vertellen wat ze moeten promoten. Wat dacht je van een bepaalde stijl of... Nou, qua vlechtstijlen kan ik... Nederlands, Fulani, driehoekige doos, godin, steek, cornrows, vlinder, de gevlochten pony. Nou, ik wil wel iets dat bestand is tegen reizen en de zon en leuke dingen doen. Ik moet experimenteren om te beslissen. Experimenteren? Tja, ik probeer graag nieuwe dingen. Haha! Ik geloof dat alles werkt. De microfoon is verbonden met de booth. We kunnen de opname voor Lady Braids niet doen zo. Het is gewoon onmogelijk. Ik zal het er zeggen. Maar ik haat het om een vriend teleur te stellen. Hey, Royal Bee. Wat? Echt waar? Oh, nee.
Oh. Goed, ik zal jou niet teleurstellen. Zelfs als iemand anders mij teleurstelt. Hoe reageerde ze? Verdrietig. Ik denk dat ze erg teleurgesteld is. Nou, we doen ons best. Dat weet ik. Nou, prima. Als ze hun beloftes niet nakomen, prima. 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 Oh, prima. Ik vind het prachtig. Vertrouwd, maar dan nog beter. Wauw. Sunset ziet er geweldig uit. Je had al die stijlen moeten zien die Lady Braids daar aan het uitproberen was. Lady Braids stylt topkapsels in haar salon. Waanzinnig. Lady Braids stylt haar zoals een goochelaar trucs doet. Nou en of. En als je er geweldig uit wil zien, zij kan alles vlechten. Niemand vlecht beter. Kijk maar naar het haar van Sunset. Yep, Lady Braids verdient als geen ander haar geweldige reputatie. Hey, staat er nou een lange rij voor de salon? Dank jullie wel. Echt super bedankt. Jullie zijn de beste. Geen probleem. Graag gedaan. Heel graag. Zoveel aandenkens heb bewaard. Je hebt er wel duizend. Weten jullie deze nog? Onze uitnodiging voor het Queen's Gala. Dat was episch. Ik heb zelfs de verfbus bewaard van die waanzinnige achtergrond die je toen had geschilderd, Swag. Oh. En? Kleur 707 Magenta Meltdown. Oh, hiermee heb ik toen ons portret gerepareerd. Oh, en ik moet dit hebben achtergelaten naar ons spookachtige logeerpartijtje. Het was spookachtig. En aan deze sleutelhanger zat mijn allereerste sleutel toen ik dit huis kocht. Alweer een jaar geleden. Wow, dat betekent dat het jubileum is van de dag dat je het House of Surprises kocht. Dit moeten we vieren samen. Met een feestje. Dat betekent dat we creatieve cadeaus maken voor het huis. Ja. Dat vind ik nou een top idee. Laten we het doen. Wij ook, toch? Tuurlijk. Iedereen weet dat je bij vrienden blijft. Natuurlijk jullie ook. Wauw. Ik ben voorbereid. Ik heb altijd al gewild dat dit een creatieve plek voor mijn vrienden zou zijn. Ga je gang. Maak een plan voor jullie creatieve cadeaus. Hey, hoe teken je een liedje? Ik weet niet waar ik goed in ben. Huh? Is er iets in de hand met Swag? Wat een leuke plek hier. Oh nee, iedereen weet dat je bij vrienden moet blijven. Misschien heeft Swag hier wel leukere vrienden. Ik heb erover nagedacht en ik heb eindelijk een plan voor mijn cadeau. Ik ga een collage maken. Een collage van mini-jurken. Als in geen korte jurken, maar miniatuurjurken in een collage. Oh, dat is fantastisch. Ik ga een speciale deurbel maken met mijn stem die zingt welkom. En ik ben bijna klaar met mijn discobal bloempot. Dat is zo cool. Ik hou ervan.
Hey, waar ga je de jurkcollage hangen, Neonlicious? Misschien daar zo? Wat een ontzettend goede vraag. Ik zat te denken aan de westkant vanwege het fijne ochtendzonnetje. Hey! Helm! Vraagt niemand van jullie zich af waarom Swag steeds weggaat? Dat is inderdaad vreemd. Maar ik heb ook een vraag. Wat ga jij doen voor het huis, Western Honey? Nou, het gaat nu niet om mij. Het gaat nu om Swag. Swag en haar nieuwe omgeving en misschien zelfs haar nieuwe betere vrienden. Waar heb je het over, Western Honey? Swag! Sinds weg naar een nieuwe hangplek is het niemand opgevallen dat ze niet eens zegt wat ze gaat doen voor dat housejubileum? Zo is Swag gewoon. Soms is ze wat stil, haar plek aan het vinden. Die vindt ze aan de andere kant van de stad. Nou, wij maken graag nieuwe vrienden. Hoe meer, hoe beter. Maar ze brengt ze niet hierheen. Daar naartoe. Ik durf te wedden dat we stiekem vervangen zijn. Dat is belachelijk. Ik kan het laten zien als ze er volgen. Hou je gedijst als een cowboy in het Wilde Westen. Kom maar. Wacht even allemaal. Dit is echt belachelijk. Swag gaat echt niet stiekem zomaar naar een andere hangplek toe. Huh? We zijn echt vervangen. Ja, wij in het House of Surprises. En wat moeten we nou doen dan? Swag, wat is er aan de hand? Wat hebben we verkeerd gedaan? Oh, wat doen jullie hier? Het had een verrassing moeten zijn. Een verrassing? Nou ja. Ik was bezig met portretten van mijn favoriete House of Surprises herinnering met ieder van jullie. En daarna zou je ons verlaten voor je nieuwe hangplek. Oh, ik had een aparte plek nodig om te schilderen en om het een verrassing te houden. Kijk, dit was toen je me op het dak liet schilderen, Royal Bee. Dit ben jij in de game die je had meegebracht, Lady Diva, BB Driver. Dit ben jij op ons spookachtige logeerpartijtje, Neonlicious. Oh ja, ik slaap inderdaad met mijn hoed. En jullie twee? Ik heb het vermoeden dat jullie achter dit kleine drama zitten. Nou, het was eigenlijk vooral haar idee. Welkom! Wat is er, Western Honey? Ik weet nog steeds niet wat ik voor dit housejubileum kan geven. Waar ben ik eigenlijk het beste in? Nou, jouw talent is misschien overdrijven. En op dit moment heeft dit feest muziek nodig. Juist. En het moet waarschijnlijk zo'n 140 beats per minuut zijn. Iedereen weet dat een feestje begint met 140 beats per minuut.